Wij zijn hier bij de IVN fototentoonstelling, omdat de fotoclub van de IVN Helmond 5 jaar bestaat. En wij spreken even met Jan van Bommel van IVN Helmond. Jan, kun je wat vertellen over wat we hier kunnen zien vandaag bij de tentoonstelling? Ja, ik kan daar kort over vertellen. Wij zijn een fotowerkgroep 5 jaar geleden begonnen. We hebben op dit moment een aantal leden die het heel leuk vinden om deze tentoonstelling te organiseren. En 5 jaar jubileum dachten we, dat gaan we doen. En het resultaat staat hier. We hebben een 26 mooie foto's op borden hangen. En die zijn best interessant om te komen kijken. Er zitten vogels bij, er zitten planten bij, er zijn landschappen bij. Vanaf van alles wat. En wij zijn zelf heel erg trots over deze geweldige tentoonstelling. Dus ik wil iedereen in Helmond uitnodigen om vanmiddag hier binnen te komen. Van 12 tot 5 is iedereen van harte welkom. Hoe zijn jullie eigenlijk bij die naam gekomen, Kieknauw? Dat is een heel lang verhaal, maar laat ik het heel kort houden. Op een gegeven moment richt je zoiets op en dan zoek je naar een naam. En dan moet je een domeinnaam vrij hebben, omdat wij ook een website erbij willen hebben. En zo is deze naam ontstaan. Later ontdekten we dat er nog een andere club is in de omgeving die ook zo heet. Alleen die spelt het anders. Die heet Kieknauw met OU en wij zijn Kieknauw met AUW. Het verschil tussen die twee is, zij zijn verbaasde kijkers en wij zijn precieze kijkers. Dus ja, fijn. Daar maak ik maar een grapje van. Dus we hebben het toch maar gehandhaafd. Ja, zo is het ontstaan. Ja. En kan je wat over de fotoclub vertellen? Hoe vaak komen ze bij elkaar? Wij komen 1 keer in de 2 maanden bij elkaar. De fotograaf maakt foto's. En we kunnen wel even laten zien waar we dat bespreken. Ik heb hier een ruimte voor. En als wij dus de fotograaf bij elkaar komen, dan hebben we hier een projectiescherm. En we bespreken met elkaar die foto's op kwaliteit en op alles wat je over een foto kunt zeggen. Zodat we van elkaar leren dat het elke keer beter wordt. Ja. Dus dat is hoe de fotowerking werkt. Okay. Gaan jullie ook wel eens gezamenlijk met elkaar op stap? 1 keer per jaar gaan we doen een uitje. En dan is het vooral ook weer fotografie, een mooi natuurgebied, foto's maken. En afgelopen gezellig samen zijn met een goede borrel erbij, want dat hoort er ook bij.